het concept van de zonnebloem is, we varen niet als we geen dokter hebben. En dat betekent dus dat je, ook al doe je niks, je maakt het wel mogelijk voor de zonnebloem om te varen. Dat is gewoon een hele aangename taak, omdat je veel voor terugkrijgt, ook in de zin van tevreden gasten. De taken voor de arts aan boord zijn vooral de beschikbaarheid en aanwezigheid aan boord. Het is in principe zo dat je niet een vast patroon hebt van taken hier. Als je niks te doen hebt, is het goed. Dat betekent dat de gasten in goede gezondheid blijven. Maar er zijn natuurlijk gasten die aan boord komen met problemen. En daar moet je soms op inhaken. Dus zo af en toe moet je een open been verbinden. Je moet dus iemand met een longaandoening, moet je naar zijn longen luisteren. Eigenlijk een beetje alle voorkomende zaken die je in een gemiddelde huisartsenpraktijk ook tegenkomt. Wat ook heel plezierig is aan boord van de zonnebloem als arts is, er staat geen druk op. In principe heb je een volledig lege agenda en als er wat is, dan heb je alle tijd om met mensen te praten. Iets gezelligs doen, meegaan met passagieren, dat maakt het gewoon een heel plezierig gebeuren een week lang. Ik ben pas begonnen met de zonnebloem nadat ik met pensioen ben gegaan. En ik vind het eigenlijk wel jammer dat ik niet ook in mijn werkzame leven nog een week per jaar daaraan gegeven heb. Want ja, het is belangrijk dat de zonnebloem kan blijven varen, omdat het heel veel mensen heel veel plezier geeft.